moet dan heel veel verkocht worden. En ik denk ook dat die twee een hele grote aanhang hebben, beide. En die kan heel mooi... bij elkaar, ja. En dat heb ik niet, heb jij niet, heeft een Hiske niet. Dus daar zijn ze sterker in. Ja. En heel eerlijk gezegd denk ik ook dat ze daarom nog bij elkaar zijn. Want ik snap het anders ook niet. Die twee hebben zoveel ruzie, nou, is ongekend. Ja. Die zitten zo vaak niet met elkaar op één lijn. Ja. En dan is het opeens weer goed en dan is weer alles helemaal... Ja, dan is weer, oh god, dan is weer Kleffie en Beffie en oh, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Terwijl maar dat heb jij al vanaf het begin, hè, dat je aan hem twijfelt. Ja, maar ik heb altijd gezegd, ik vind ze ook totaal niet bij elkaar passen. Absoluut niet, 0,0. Nee. Heb ik ook tegen Merel gezegd en heb ik ook tegen Jesse gezegd. Het is niet dat ik dit nu voor deze uitspreek. Nee. Echt, ik heb dat al vanaf het begin gezegd. Ik snap niet wat jullie bij elkaar doen. Ja, ik vind ze wel leuk om te zien als ze gelukkig zijn, snap je? Maar als het inderdaad drama is, dan denk ik ook van... Waarom doe je dit nog? Ja, ze hebben allebei een hele andere visie op het hele gebeuren. Mm-hmm. Jesse is gewoon stront eigenwijs. Merel wil dat ook zijn. Is dat ook soort van. Maar is ook ondergeschikt aan Jesse. Daar klopt geen meter van. Echt niet. Echt niet. En, maar ze weten nu, ze weten ook net zo goed als geen ander dat die beiden, als die nu uit elkaar gaan, dan is, dat is gewoon ook eindoefening voor ze allebei. Zover zou het niet gaan, hoor. Wat? Als je bij iemand bent vanwege... Nee, ik weet ook niet of het waar is. En ik heb het ook wel letterlijk gevraagd van, joh, hoezo zijn jullie nog bij elkaar? Toen? Want als ik zoveel ruzie had gehad, dan was het klaar geweest. En dan zag ik met Jelle en mij wel van, oh, alsjeblieft wegwezen. Mm. En uiteindelijk als het dan weer een beetje goed komt, dan weet ik van wat. Nou, alleen, maar ze durven het niet uit te maken. Van beide kanten niet. Merel is soms doodongelukkig, Jess is soms doodongelukkig, die loopt met de ziel onder de arm. Maar de finale periode is niet zo heel erg handig, hè? Maar dat is een aanname voor mij. En ja. Zo heftig, man. En Billy heeft het toch ook gezegd. Ja, en Merel is nou niet het typische vrouwtje waar Jessie op valt. Ja. Die vindt ze ook niet bij elkaar passen. Ja, dat zegt ook wel weer wat, hè? Billy was je op visite. Dus je kan gewoon een oprechte mening doen. Oh, ja. Toen was het finale nog niet eens begonnen. Dat was ook de kans om ieder een eigen pad te kiezen. Maar die hebben ze dan niet aangepakt. En ze kiezen er dan voor om dat samen te doen. Maar ja. En verder vind ik dat ook allemaal prima. Iedereen moet het gewoon doen waar zij of hij zich goed bij voelt. Maar ik ga niet met jou aanpappen omdat ik de finale wil winnen of zo. Daar ben ik wat te menselijk voor. Daar heb ik het gevoel voor. En oeh, daar kan ik helemaal niet tegen. Terwijl ik denk juist dat als Merel het alleen zou doen, ze meer kans zou maken. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, en ik durf dat allemaal niet met zekerheid te zeggen, omdat ik dat niet weet. Mm. En zeker niet zo laat nog in de finale. Nee, maar Merel is wel echt gek op Jesse. Als het goed gaat. Ja, dat is het. En dat denk ik ook. Ja. En dat is het hele verschil ook een beetje. Van, ze hebben elkaar nu ook echt nodig. Want als het nu misgaat, is het klaar. Helemaal einde oefening. Vind niet ook. Ja. Denk ik. Als ik zo een beetje kijk. Maar ja, goed. Dan moet iedereen lekker voor zich weten. En daar bemoei ik me verder ook niet mee. Dat interesseert me namelijk ook niet. Nee. Yes, als we ruzie hebben, zit Jess altijd wel tegen mij aan te zeuren. Van, oh, pop, dit en dit. Ik zou je niet betrokken worden. En vechten jullie samen me lekker uit. Ja. Want ik heb hier geen zin in. Dus je tussen gaat staan. Ja. Ja, en dat ik dan een partij moet kiezen. En dat ik dan Jessie moet begrijpen. Of dat ik hem meer moet begrijpen. En weet ik van wat. En ik zeg dan wel van, joh, gaat het een beetje? Of weet ik van wat. En dan toch later is het toch weer goed. Ja, nou, of een paar dagen. Of het duurt even 3 dagen. En dan is het wel weer goed. Omdat, ja. En dan merk je ook weer dat ik wel meer in de picture kom bij Jess. Als het even slechter gaat met meer. Mm-hmm. En dat vind ik verder ook helemaal geen probleem. Bijvoorbeeld, ik zat even wat slechter in mijn vel de afgelopen 2-3 dagen. En ik zie Jess niet. Want Jess is bezig met Merel en met muziek. Mm-hmm. En ja. Hoezo zat je niet lekker in je vel? Nou, gewoon ook de hele situatie met jou, dus alles erop en eraan. Ik heb gewoon stemmingswisselingen. Dus ene keer ben ik hartstikke blij en dan 10 minuten later dan voel ik me gigantisch kut. Mm. En ik weet niet precies hoe dat komt of waar dat aan ligt. Ik weet het niet. En dat geeft ook verder niks, alleen ik moet er wel mee dealen. Mm. Want gisteren was ik ook fucking geïrriteerd en dan lig ik even te slapen om even alles even...
even een beetje rustig geven. En dan komt in één keer een millennium met in mijn huisje. En dan moet ik daar in één keer, wow, nou, dan sta ik daar in één keer. Mijn god, moet daarop reageren. En moet dat daarin bemiddelen. En dan denk ik van ja, terwijl het zelf al niet zo heel erg fantastisch met me gaat. Yeah. Nou, dan moet ik een paar uur later, dan moet ik hartstikke leuk doen met Ik hou van Holland spel. Of I love Holland. En ja, dat kan ik ook niet. Dus dan doe ik even, even niks. Nou, komt de Shelly. Nou, heeft weer een grote bek. Nou, ik kan ook niet meer handelen. Nou, die kaffer ik ook helemaal uit. God, wie heb ik nog meer uitgekafferd? IS kwam hier binnen. Hey, Milena was hier net geweest. Nou, Milena ging weer weg. Nou, die schreeuwde over het hele terrein. Toen kwam Jesse hier 5 minuten later. En toen deed hij de deur open en zei hij, oude womanizer. Nou, daar was ik helemaal niet van gediend. Dus een gozer, ik luister even heel goed, even duidelijk. Ik weet niet waarom dat je hier bent, maar ik heb geen zin om over dit onderwerp een heel onder je televisie te maken. Daar heb ik geen zin in. Dus als dat jouw intentie is, dan ik wil best wel even met je gaan roken, maar dat ga ik niet doen. Mm. En daar was ik heel duidelijk in. En toen zei hij van, dacht je dat ik dat zou doen? Ik zei, nou yes, ik ken je een beetje. En ja, dat zou je kunnen doen inderdaad. Nou, was helemaal gepikeerd. Pakte die, hop, zijn check en gooide die zo op mij. Oké. Okay. Ja. En dan lacht hij weer even, zo met dat geniepige lachje. Ja. En dan gaat hij weer weg. Oké. Okay. Hm. Terwijl zijn binnenkomst al niet heel erg charmant is en chic is. Hm. Oh, womanizer. Ja. Oké. Okay. Dus ze verwijten het me wel dat ik een womanizer ben. Maar tegen jou zitten ze dan van, oeh, nee, ja, ik zou voor jezelf kiezen hoor, want oeh. Maar mij van, oeh, ja, Milena, oh. Ja. En tegen jou van, oeh, nee, pas op, want oeh. Ja, ik word helemaal kriebel van deze situatie hoor. Ja. Ja, weet je, als je je kut voelt, kan je ook altijd naar mij toe komen, hè? Jawel, maar weet je, als ik me kut voel, dan wil ik even geen mensen om me heen hebben. Dan wil ik gewoon even niks, ook niet houden, helemaal niks. Ja. En als ik echt wil praten, dan praat ik wel even met iemand.